Beste vrienden, welkom bij Dovel TV. Mag ik u voorstellen? Een kleine beamer. En deze kleine beamer, die noemt de Optoma UHZ66. Dat is een laserbeamer en die geeft een mooi beeld, een ultrascherp beeld weer, 4K Ultra HD. Real 4K. En dat betekent meer dan 8 miljoen pixels. Dus ultrascherp. Ik ga je dat straks tonen met een aantal beelden. We gaan die tonen tijdens de dag. We gaan die tonen met kunstlicht aan, zoals nu. En we gaan die ook tonen, die beelden, als het volledig verduisterd is. Optoma had al kleine beamers, laserbeamers. Nu deze is, als ik het mag geloven, 34% kleiner ten opzichte van het vorige model. En weet u hoe dat ze dat gedaan hebben? Die voeding hebben ze eruit gelaten. Die voeding is apart. Ziet u? Dus alles is apart. En voilà. Let erop, speciaal stekkertje. Dit, hou daar rekening mee, die voeding, die kan je ergens wegsteken in de kast. En ik ga meteen erbij zeggen dat ik het niet vergeet. Stel, u hangt deze kleine beamer op aan een ophangsysteem voor aan het plafond te hangen. Dan kan ik die voeding hierop vastmaken. Kom ik er eventjes dichterbij, cameraman. Dan kan u hier zo een koolstofbandje, ziet u, een koolstofbandje indoen en dichttrekken. En dan kan deze voeding... Je ziet, er zijn zelfs streepjes aan en dan kan je die voeding eraan vastmaken. Dat is wel handig. Voilà. Maar ik kan ze dus ook, als u plaats heeft in uw kast of waar ook, kan u deze voeding wegsteken. Wat is er nog belangrijk aan deze projector? Hij is zeer klein, maar hij heeft, of hij geeft, veel lichtsterkte, 4000 ampslumen. En dat betekent dat je ook tijdens de dag kan projecteren. Ampslumen. De contrastweergave is 500.000 op 1. Ik heb dat vergeleken, en zoals ik zei, ik zal u straks beelden tonen. Ik heb dat vergeleken met het topmodel bij Optoma, het topmodel onder de homesignaalprojectoren of beamers. En dat is de UHZ65LV. Die geeft een contrast van 2 miljoen op 1, 5000 ampslumen. Kost uiteraard ook meer, kost nu verkoopprijs bij ons. Ik dacht €3.600. Nu, die beamer is dus reus wat groter. Ja. Je kan wel zien, dus dat merk ik wel op, het beeld is supergoed. Echt waar, voor zo'n kleine beamer, voor de meeste mensen, voor 95% van de klanten, is dat een fantastisch beeld. Echt waar, superscherp. Mooie contrast, mooie kleuren. Bij het model de 65, dus zoals ik zei, die grotere beamer, daar merk je bij HDR-beelden, dus bij HDR-beelden, dat het beeld toch nog wat performanter is, wat diepgaander in, zowel in die contrasten, in die kleuren, ook in bepaalde bewegingen, dus alles wat netter. Maar ik zeg nog, voor 95% van de mensen is dit al een fantastisch beeld. Voilà. Had ik dat gezegd van de prijs? Ik denk het wel. Dus €2.499 verkoop. Op onze website vindt u de nettoprijs. Ik heb hier mijn bladje bij, beste vrienden. Niet onbelangrijk dat ik zeker niks vergeet te vertellen. Dus ik heb het gat 4000 ampslumen, contrast 500.000 op 1. Ja. Mijn cameraman had me dat straks daarop patent gemaakt. Niet onbelangrijk voor zulke kleine beamer. U ziet het, hij weegt ook niet echt zwaar. Ik vermoed een 3 kilo. De zoom is manueel in te stellen, maar het is echt een zeer grote zoomfactor voor zulke kleine beamer. Zoom 1,6.
Dat betekent toch wel wat tolerantie voor de plaatsing, dus de plaatsing, de afstand tussen de lens en het doek. Ik wijs naar daar, omdat wij daar ons hier in onze leefruimte het projectiedoek hebben van 3 meter breed. Dus daarop zal ik straks de beelden laten zien. Dus zowel tijdens de dag met kunstlicht en in het donker. Voilà. Dus er is heel wat tolerantie voor dat beamertje te plaatsen. Ook niet vergeten te laten zien hier, dus de focus ook manueel in te stellen. Dus afhankelijk van de zoom moeten we wat focus bijregelen. Zie zo. Ook zien dat we het niet vergeten. Kijk een keer hier. Een klein remote controletje. Nu echt veel valt daar niet over te zeggen. Het is super klein. Als je zo van die berenpoten hebt, werkt dat eigenlijk niet echt handig. Maar ja, oké, het is zo en het is zo. Nu, in wezen ga je daar niet veel moeten aankomen. Voor de mensen die dat eenmaal instellen, zit hier de mogelijkheid op voor een bediening met SEC. Dan gaat dat beeld automatisch aan. Als je je bron ook instelt met SEC of je AV-receiver, gaat die beamer automatisch in bedrijf en die komt op de juiste input. De input zit hierop, vanachter, dat zal ik ook straks in detail laten zien. De aansluitingen, HDMI enzovoort, dus twee HDMI-inputjes, USB enzovoort enzovoort. Ook zelfs voor een oudere PC, VGA, dat is het ongekeurd. Oh nee, sorry, dat is geen VGA. Dat is de RS-232-poort. Het spijt me, beste vrienden. Waarom zeg ik VGA? Ik was er straks nog een offerte aan het maken voor iemand. Voor in een restaurant-taverne in Gent. De good old VGA-poort. En daar hebben ze nog een beamer nodig, waar dat eventuele klanten kunnen komen met een oudere PC. En daar moest ik een VGA-aansluiting op voorzien of iets voorstellen, een beamer dat een VGA-poort heeft. Maar deze heeft dat dus niet. Ja, dat is het nieuwste van het nieuwste, dames en heren. En ook klein en fijn, super compact, kunnen ze natuurlijk ook geen 50.000 aansluitingen erop voorzien. Jawel. Wat is er nog interessant op? Want goh, het is allemaal zodanig klein geschreven, ik heb mijn bril niet op. Audio out, dat is ook altijd interessant. Audio out, het hoeft niet zijn camera, dus geen probleem. Audio out, interessant met een mini jack naar eventueel actieve luidsprekers of ook naar een versterker. Voilà, is heel interessant. Ja. Dit klaviertje hier zal ik ook straks in detail laten zien, nu dat je dat veel gaat gebruiken. Ik vermoed het van niet, want als dat een keer aan het plafond hangt of hoog op een kast staat, kom je daar niet meer aan. En dan moeten we er natuurlijk met dat kleine afstandsbedieningje op en afzetten. En de rest gaat dat wel automatisch, zoals ik dat straks zei. Voor de liefhebbers van Avatar in 3D, hij is 3D compatibel. En dan ook geen onbelangrijke, dat ga ik straks ook laten horen. Het geluid van de ventilator, er zijn toch wel wat mensen die daar gevoelig aan zijn. Hier geven ze in de stilste modus 28 dB. Ik kan zeggen dat valt goed mee, ik heb het al uitgetest, ik zal dat straks ook laten horen. Dat is trouwens ook zo, ik heb het erop geschreven bij de UHZ. 65 LV is dat in de laagste modus 29 dB en dat valt echt ook zeer goed mee. Als we hier de ventilator op de hoogste snelheid zetten van deze UHZ66, dan geven ze waarde van 35 dB. Dat is redelijk wat, maar ik zeg nog, u ziet het is klein en compact, het is geen te grote behuizing. Bij de UHZ65 LV is dat 31, dat zit dan wel lager. Maar ik zeg het nog, meestal ga je die gebruiken op 28 dB en dat ga ik u straks laten horen. Het minimale geluid van de ventilator van deze Optoma UHZ66, dus de koeling die moet gebeuren,
In de normale stand, de laagste modus, geeft Optoma een waarde op van 28 dB. En de maximale waarde, dus in geval dat er meer moet gekoeld worden, wanneer het wat warmer is in huis of in de ruimte waar deze beamer staat, is dat 35 dB. We hebben dat uitgetest, zowel in Vivid modus, dus met een maximale light output van 4000 ancelumen, is dat dit geluid dat je hoort. Dat is echt zeer goed. Dus het stoort niet. En ook in bioscoopmodus of HDR-modus is dat hetzelfde geluid. Zoals u kon horen, het geluid van de beamer valt zeer goed mee. Dus de koeling valt zeer goed mee. Maar je kan deze ook in hoogte-modus gaan stellen. En dan maakt het wel meer lawaai, dus 35 dB. Ik wil dat toch een keer graag laten horen, want dat is een spectaculair verschil. Maar dat is dus enkel nodig als de beamer echt in een locatie staat waar het ultra warm is. Ik kan me wel voorstellen in landen waar het zeer warm is, dat dat misschien wel nodig is. Dus u ziet het, de grote hoogte staat uit. En de beamer staat nu op 7,50 meter van ons, van dit scherm. Kan je het horen op de achtergrond? Je hoort het goed, hè? Voilà, dat is een spectaculair verschil. Dus 35 dB geeft Optoma op. Jawel. Hier zijn we dicht bij de beamer, de UHZ66. Dus dit is het geluid van de ventilator. De hoogste stand was 35 dB. Dat Optoma meegeeft. Dat is zeer luid. Dat zou echt storend werken als we naar een film kijken. Maar dat kan nooit gebeuren. Nu staat er nog aan en dan gaan we een keer naar uit. Ziezo, dit is het normale, beste vrienden. Dat is heerlijk. Dus u bent geslaagd, beste vriend, Optoma UHZ66. U mag in de leefruimte staan. U werkt totaal niet storend. Voor de gamers, beste vrienden, echt een ideaal toestel voor supersnelle beelden weer te geven. Ik heb het hier opgeschreven. Dus op, in Full HD beelden is het slechts 4,4 milliseconden. Op 4K beelden kan je ook gaan gamen, dan is het 17 milliseconden. Dus maar op 1080p perfect voor super snelle beelden voor de gamers. En dan, ik spreek er altijd maar over een kleine projector. Maar Kurt van der Velde, dan moet je ook de afmetingen meegeven. Afmetingen. We gaan ze zeggen in millimeter. En zie dan, ons niet vergissen, de breedte van het toestel 274 mm, de diepte van het toestel 216 mm en de hoogte van het toestel 114 mm. Om eens aan te tonen, dit is het compacte beamertje, dus de UHZ66 van Optoma. En dat bedoelen we met een grotere beamer, de Epson, de EH-LS12000B. En dan ook geen onbelangrijke, dat heb ik straks nog nagekeken. Ik heb het er ook ergens op gezet. Eigenlijk weet ik dat al van buiten. Dat is als je deze compacte projector plaatst, ergens, laten we zeggen, in een boekenkast, dan is het ideaal dat je van de twee zijkanten telkens 300 mm hebt, dus 30 centimeter, en 300 mm langs beide kanten. En achteraan, als hij ergens tegen staat, ideaal een 100 mm of 10 centimeter ervan af. Als je aan de plafond hangt, zeggen ze dan ook een 100 mm, 10 centimeter van de plafond. Maar met een ophangsysteem zal dat wel zoiets zijn. Voilà. We gaan er even uit voor een kleine reclameboodschap. Komt de Destelbergen de nieuwste Denon Edmarans A4-Sievers ontdekken? Epson en GVC beamers, Dolby Atmos, DTS:X, Auro 3D, immersive soundformaten en last but not least MTC loudspeakers made in Destelbergen, Belgium. Een belangrijk punt, beste vrienden, dat ik u wil meegeven en geen onbelangrijke, dat is de configuratie en installatie van de beamer. Dus als je dat beamertje, de UHZ66, voor de eerste maal in bedrijf zet, dan moet je de taal gaan kiezen. Dus selecteer zeker Nederlands, of eventueel Frans of Engels, geen enkel probleem. Dat gaan we nog makkelijk kunnen interpreteren, moest er iets fout lopen, maar als dat in het Bulgaars of in het Chinees is, wordt dat al wat moeilijk. Dus dan moet je echt wel
de manier weten waarop je nog in dat menu kan geraken. Moest je dat ooit voor hebben, bel ons en dan kunnen wij er verder mee helpen. Ook geen onbelangrijke is de montage, dus de plaatsing van de beamer ten opzichte van het scherm. Dat kan op vier manieren gebeuren, dus op een tafeltje of aan de plafond, maar dan zowel voor het scherm als achter het scherm. Als je over een situatie niet beschikt, moest je een situatie voor hebben dat je van achter het scherm moet projecteren, dan moet je een retro projectiedoek hebben. Maar als je dat allemaal niet nodig hebt en je zegt van voor mij is goed, ik plaats mijn projector en ik projecteer naar het doek toe. Als je in dat menu zou gaan spelen en je zet dat verkeerd in spiegelbeeld of net andersom, dan kan het soms ook wel lastig worden, vooral als je het menu nog niet echt goed kent voor daar in te gaan navigeren in spiegelbeeld of in retroprojectie. Dus let erop als je dat plaatst. Waar ik ook een keer op wil wijzen, dat is het volgende. Dat is de, want dat heb ik daar straks niet vermeld, denk ik. Dat is de toevoer van de koude lucht. Dat gebeurt hier. Ja, dus daarom dat we wat plaats nodig hebben als hij in een kast staat of waar ook. Dus de toevoer van de koude lucht gebeurt hier. En hier gaat de warme lucht buiten. Dat heb ik daar straks al een keer gevoeld als ik hem heb getest. Dat hier een klein beetje. Maar het valt zeer goed mee. Qua warmteproductie moet ik zeggen, is dat echt niet veel. Dus nog een keer zeggen, de koude lucht komt hier toe, die wordt aangezogen en dan de warme lucht, die gaat er hier uit. Voilà. Dat hebben we dus gezegd, niet onbelangrijk. We hadden ook de afstanden gezegd, dus uitrekening 30 centimeter, 30 centimeter aan beide zijden, voor de genoeg de toevoer en de afvoer van de lucht. Jawel. Heb ik dat ook al vermeld, dat je die projector, dat is, die kan die in verschillende gradaties gaan zetten, dus volledig 360 graden, in geval dat dat moest nodig zijn. Wellicht had dat niet veel nodig zijn, maar hij kan het. Hij kan ook dus in portretmodus gaan projecteren. Dat is interessant voor winkeletalages eventueel. Je kan de projector ook op afstand besturen en dat doe je dan via de computer, kan je alles gaan instellen. En dus, ja, dus interessant ook weer al voor in winkelruimtes. Maar dus voor mij, concreet, is deze beamer ideaal voor gamers, ideaal voor film te kijken, film of series of sportwedstrijden. Dus voor de gamers even meegeven, want dat is toch wel een fantastische waarde dat ze hier meegeven. De verversingssnelheid op 240 hertz, is dat goed voor 1080p resolutie en op 120 hertz is dat goed voor 4K beelden. Als je via een AV-receiver werkt, dus als je de HDMI gaat doorsluizen, let erop dat je AV-receiver daarmee compatibel is. En nog even aanhalen, dat was ik ook vergeten te zeggen, dus de beamer is 3D compatibel. Optioneel zijn er uiteraard brilletjes bij te bestellen, die zijn er niet bij geleverd. Ook niet onbelangrijk natuurlijk, hij is HDR en HLG compatibel, dus hij gaat perfect HDR beelden weergeven. Maar zoals ik zei, ik weet als je echt een super HDR fanaat bent, dus dat je daar echt van houdt, van die diepe, echte kleuren, de goede contrasten, dan is de UHZ65LV, dus het model groter, model duurder, met zijn 5000 ansulumen en zijn contrastwaarde van 2 miljoen op 1, is die toch net wel, ja, laten we zeggen, het ultieme voor naar een HDR-beeld te gaan kijken. Nu, hij kan het ook. Dus zeg je, voor mij is prioriteit superklein, makkelijk te plaatsen. Prijsklasse maximaal €2.500. Dus kijk op onze website voor de nettoprijs of bel ons of mail ons, dat heb ik al gezegd. Is dat de beste optie. Dus als u voorkeur heeft, klein, supercompact, goede lichtsterkte, in vele situaties te gebruiken, is deze UHZ66 echt optimaal. Ik vermoed, beste vrienden, dat ik
het meeste heb verteld. Dus zoals ik zei, kijk straks nog straks naar onze beelden als wij tijdens de dag projecteren met kunstlicht zoals nu. Ja, we zijn ongeveer 5:30, 6:00 uur. We zijn einde oktober 2023. En ook als het volledig duister is, dus met de lichtjes uit, zal ik u de beelden laten zien. Ik zeg er wel bij, die beelden, je mag dat niet vergelijken. Dus wij gaan dat opnemen, onze iPhone 13 Pro is het nog altijd. Dus die geeft de situatie weer, maar je kan dat niet 100% vergelijken. Als je mag dat niet 100% vergelijken met in realiteit. Dus als u hier echt bent, dan zal u alles optimaal kunnen bekijken. Maar u heeft toch al een goede indruk. Dus dat is hetgeen dat wij u gaan laten zien op de beelden op YouTube. Dat is in 1080p resolutie. Voilà. Ik wens je nog veel kijkplezier. Dank u wel al voor het kijken. En merci als u zich wenst te abonneren op ons YouTube-kanaal Dovel TV. Dag! We projecteren tijdens de dag. We zijn einde oktober. Af en toe komt de zon nog binnen. De zon staat wat lager. Dus u ziet het. We zijn 2-3 uur in de namiddag. Het beeld van de UHZ66, dus de Optima laserbeamer, staat nu op maximale helderheid 4000 ansulumen. Het beeld dat we laten zien, dat is een wandelingetje in Destelbergen. En dat is gefilmd met een iPhone 13 Pro. Gewoon full HD. Ja. Dus we moeten nu niet gaan kijken of analyseren hoe scherp het beeld is. Ik laat enkel gewoon het beeld zien, de helderheid wat mogelijk is voor projectie tijdens de dag. Voilà. Dus beeldbreedte 3 meter breed, afstand van de lens tot het scherm 7,50 meter. We moeten ervan profiteren, de zon schijnt nog. Dus helderheid 4000 ansulumen, maximale helderheid. We gaan een keer in het menu gaan kijken. Dus staat op Vivid, output 4000 ansulumen. Een keer kijken wat het zegt. Als we nu naar bioscoop gaan, dan gaat het iets minder helder spelen. Maar we kunnen nog kijken. Er komt een klein beetje meer contrast naar voren. Maar uiteraard is dat ideaal als het minder klaar is. Dan kunnen we naar bioscoopmodus gaan of HDR. Voilà, u ziet het nog steeds. Een degelijk beeld. Is buiten klaar. En staat op bioscoopmodus met de UHZ66. Ik laat ook eens graag de zoomfactor zien. De zoomfactor is 1,6. Dus afstand 7,50 meter ten opzichte van het scherm. Dus u ziet, dan gaan we al breder dan 4 meter breed. Fantastisch. Nu, zoveel gaat dat niet voorkomen bij de home cinema fanaten. Meer dan 4 meter breed. Ook ter informatie. Ons scherm, het doek, dat is een gain 0,8, dat is lichtgrijs. En dit doek, of dit scherm, hangt al 15, 16 jaar hier. Dus u ziet het, het is kwaliteit. In de tijd hebben wij dat doek genomen voor meer contrast te krijgen. Dus een betere contrastweergave, maar dat is in wezen iets minder van toepassing nu. Omdat de projectoren er fel op verbeterd zijn, dus met veel, veel hogere contrastwaarden. En HDR enzovoort. Dus met een wit doek zou het beeld nog net wat klaarder worden. Het minimale geluid van de ventilator van deze Optima UHZ66, dus de koeling die moet gebeuren. In de normale stand, de laagste modus, geeft Optima een waarde op van 28 dB. En de maximale waarde, dus in geval dat er meer moet gekoeld worden, wanneer het wat warmer is in huis, of in de ruimte waar deze beamer staat, is dat 35 dB. We hebben dat uitgetest, zowel in Vivid modus, dus met een maximale light output van 4000 ansulumen, is dat dit geluid dat je hoort. Dat is echt zeer goed, dus het stoort niet. En ook in bioscoop modus of HDR modus is dat hetzelfde geluid. Zoals u kon horen, het geluid van de beamer valt zeer goed mee, dus de koeling valt zeer goed mee. Maar je kan deze ook in hoogte modus gaan stellen en dan maakt het wel meer lawaai, dus 35 dB. Ik wil dat toch een keer graag laten horen, want dat is een spectaculair verschil.
Maar dat is dus enkel nodig als de beamer echt in een locatie staat waar het ultra warm is. Ik kan me wel voorstellen in landen waar het zeer warm is, dat dat misschien wel nodig is. Dus u ziet het, de grote hoogte staat uit. En de beamer staat nu op 7,50 meter van ons, van dit scherm. Kan je het horen op de achtergrond? Je hoort het goed, hè? Voilà, dat is een spectaculair verschil. Dus 35 dB geeft Optima op. Jawel. Hier zijn we dicht bij de beamer, de UHZ66. Dus dit is het geluid van de ventilator. Op de hoogste stand, dat is 35 dB. Dat Optima meegeeft. Dat is zeer luid. Dat zou echt storend werken als we naar een film kijken. Maar dat kan nooit gebeuren. En dan wil ik toch nog een keer het verschil laten horen als we dan meteen naar de laagste stand gaan. En dat is toch een spectaculair verschil. Dus nu staat er nog aan en dan gaan we een keer naar uit. Ziezo, dit is normale, beste vrienden. Dat is heerlijk. Dus u bent geslaagd, beste vriend, Optima UHZ66. U mag in de leefruimte staan. U werkt totaal niet storend. We gaan u laten meekijken hoe snel de beamer uit bedrijf gaat. Dus als we hem offzetten, kan op dit klaviertje hier, op de beamer zelf, uiteraard gaan we dat meest gebruiken op de kleine remote controller. Ziet u? We gaan dat een keer tonen. We gaan dus hierop drukken. U zal zien. Voilà. Hij is uit. Zo snel gaat dat. Laten we nu eens kijken hoe snel de beamer in bedrijf gaat. Dus 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ik hoor al iets opkomen. 32, 33, 34, 14 seconden en het logo van Optima komt tevoorschijn. En dan gaan we er nog een paar seconden bij tellen en dan zullen we wel beeld krijgen. Ziezo. Daar gaat hij komen. Voilà, het is klaar. Dus laten we zeggen, een goede 20 seconden en we hebben beeld. U ziet het, het is buiten reeds donkerder aan het worden. We zijn toch nog maar 10 à 4 en u ziet het, het wordt al redelijk duister buiten. We zijn einde oktober. En hier ziet u dus het geprojecteerde beeld. We gaan dan een keer op play zetten. Kurtje van de Velde. Jawel. Een opname tijdens onze wandeling in Destelbergen. En u ziet het. Mooi klaar beeld. Een zeer mooi klaar beeld. Zoals we zeiden daar straks in het begin. Let niet op de scherpte van de video. Dat is opgenomen met een 1080p resolutie. iPhone 13. En dit is ook maar een voorbeeld, een keer om de lichtsterkte en eventueel een beetje het contrast te laten zien, dat valt wel mee. Maar als je echt een film gaat bekijken, een serie van tv, is dat nog beter en vooral scherper. Maar toch een eerste indruk op deze manier. De lichtoutput stond nog maximaal op 4000 ansilumen. We gaan dan een keer veranderen naar bioscoop. Oké, ja. Ziezo. Gaan we op play drukken. En dan komt het contrast toch een beetje ten goede. Dus we zitten op een 75% lichtoutput in bioscoopmodus. U ziet het. Buiten nog een beetje licht, niet veel. En een zeer mooi beeld. Zeer mooi. Gaan we een keer die lampjes uitdoen. Een keer zien wat dat geeft. Perfect om naar te kijken. Geen enkel probleem. Goed zo. Hier filmen wij op een afstand 7,50 meter. Dus afstand lens tot het scherm. Staat in bioscoopmodus. Hier kan u wat een betere indruk hebben van de scherpte van het beeld. Zeer, zeer goed. 4K Real Ultra HD. Dit is van onze Apple TV. Dat we nu
filmen. Een keer ter illustratie. De zoom staat maximaal op 1,6. En dan hebben we een beeld meer dan 4 meter breed. Maar ik wil toch een keer even tonen wat het nog altijd zegt van kwaliteit. En dat valt nog zeer goed mee. Zie een keer. Dus voor zulk klein beamertje, ultra klein compact, de UHZ 66, zeer goed. Gisteren was mijn schoonbroer met zijn vriendin een klein wagentje gaan afhalen, een Nissan Micra. En hij had een goede opmerking. Hij zegt, ik reed ermee op de autostrade en ik had nooit het gevoel dat ik met een klein wagentje aan het rijden was. En ik kan u zeggen, ik heb hetzelfde gevoel. Als ik naar dat beeld kijk, heb je nooit het gevoel dat je met een kleine beamer aan het projecteren bent, maar dus eerder met een grotere beamer. Om eens aan te tonen, dit is het compacte beamertje, dus de UHZ 66 van Optima. En dat bedoelen we met een grotere beamer, de Epson, de EH-LS12000B. We zijn nu later op de avond, het is donker buiten. En we zitten met een projectie in cinema-modus, bioscoop-modus. Dus ongeveer 75% van de lichtoutput dat de beamer kan weergeven, de UHZ 66. Dus maximaal 4000 anselumen en nu in bioscoopmodus. En dat is een zeer mooi ultrascherp beeld. Al een degelijk contrast. U ziet het. We gaan nu een aantal lichtpuntjes een keer uit doen. En dan zal u zien dat het contrast al beter wordt. Voilà. Het scherm ligt extra op. Alles komt meer tot uiting. Zeer, zeer goed. Ook weer valt de scherpte hier zeer, zeer goed op. Ultra scherp, hè. Ja. Mooi om naar te kijken. We gaan nu een keer het laatste lichtpuntje uitdoen. En dat zit hier achter ons. Kijk. Al hetgeen dat nu nog brandt is een klein kaarsje. Ja, en u ziet het. Contrast is extra aanwezig. Contrast maximaal 500.000 op 1. En nu komt alles mooi tot zijn rechten. Ja, fantastisch. En u moet weten, dus we kijken hier toch op een beeldbreedte van 3 meter breed. De projector staat op een afstand van 7,50 meter. Ons scherm is een gain 0,8. Ziezo. Zeer, zeer goed. Dat wil ik ook eens laten zien als we even geen beeld hebben. Dus dat we... Voilà, perfect, hè. Dus echt goed donker. Bij geen beeld. Dat is goed. Zeer goed. Dankjewel voor het kijken. Een dikke merci als u zich wenst te abonneren op ons YouTube-kanaal Dovel TV. Tot de volgende keer.